Komend najaar zou Rob de Nijs starten met zijn afscheidstournee. Maar de onzekerheid bij de 77-jarige zanger, die aan Parkinson lijdt, is groot. Hoe graag hij ook nog één keer in alle theaters wil spelen, de kans dat dit gaat gebeuren lijkt steeds kleiner te worden. Het is mooi geweest, met deze woorden en zijn talrijke hits wilde Rob de Nijs komend theaterseizoen nog één keer langs alle grote podia om afscheid te nemen van zijn fans. Maar het is de vraag of Rob nog wel afscheid kan en mag nemen. Zoals het er nu voor staat, lijkt het erop dat zijn tournee moet worden uitgesteld en wellicht komt van uitstel afstel. Vorig jaar september maakte Rob bekend dat hij aan Parkinson lijdt en dat er een afscheidstournee komt. Hoe lang die wordt, hoe groot opgezet, dat hangt allemaal nog een beetje af van hoe de ziekte zich ontwikkelt, vertelde hij in een interview. Ik heb goede medicijnen gekregen, ik heb echt het idee dat die zullen aanslaan en de boel wat zullen afremmen. Ik zal er alles aan doen om me helemaal te geven en er nog een laatste ronde langs alle grote theaters helemaal te zijn voor het publiek. Rob maakte er nooit een geheim van dat zijn hand enorm trilt. Hij gaf aan een tremor te hebben, maar het trillen werd steeds erger. Zo erg, dat hij twee keer van een podium viel. In oktober 2018 kwam Rob in België zo ongelukkig ten val dat hij met een gebroken enkel, een gebroken kuitbeen en een gebroken pink naar het ziekenhuis moest. Vorig jaar augustus viel Rob nog een keer, tijdens een optreden in Naaldwijk. Hij verloor zijn evenwicht en tuimelde achterover het podium af. Rob zou toen al hebben geweten dat hij de ziekte van Parkinson had. Hij was zo geschrokken dat hij aankondigde direct te willen stoppen met zingen. Later kwam hij hierop terug, de Nijs stopt nooit, vertelde hij eind vorig jaar aan Elsevier Weekblad. Als het aan mij ligt, zou mijn laatste snik zingend zijn, ik ben nog niet dood en ik hoop nog een heleboel mooie dingen te doen met de stem die ik nu heb. Rob's stem is inderdaad nog in perfecte staat, dat bewees hij half maart bij DWDD, waar hij live twee liedjes zong. Zijn optreden zorgde voor lovende reacties en zijn lied Niet voor het laatst bereikte de eerste plek in de hitparades. Rob besefte echter wel dat jarenlang avond aan avond in het theater staan op den duur te zwaar zou worden. Daarom plande hij een afscheidstournee, als uitsmijter zou hij in Koninklijk Theater Carré optreden, de plek waar hij ook zijn 65ste en 70ste verjaardag vierde. Maar de vraag is of de tour er nu überhaupt gaat komen. Vrijwel alle artiesten in Nederland zitten vanwege de coronacrisis met een lege agenda, omdat er in het theater ook 1,5 meter afstand moet worden gehouden. En dan kost een concert meer dan het oplevert. Bij diverse Nederlandse theaters staan de concerten van zijn tournee Het is mooi geweest nog in de agenda. Maar op zijn eigen website is de agenda van Rob vrijwel leeggemaakt. Frank Jansen, de manager van Rob, laat aan Story weten, het wordt spannend. We weten niet wat er gaat gebeuren en wat er wel en niet door kan gaan. Het is voor ons ook de vraag of deze tournee door kan gaan.